In het Erasmus MC hebben wij een kinderadviesraad. En die is heel belangrijk voor ons. Want dat zijn patiënten die ons adviseren over beleid, over bouw en hoe wij het beste zorg kunnen verlenen. Nou, dat zijn onder andere deze drie leuke dames, Bente en Noor en Sterre. En vandaag ga ik met ze praten over duurzaamheid. Sterre, mag ik bij jou beginnen? Als jij kijkt naar het Sophia Kinderziekenhuis, waar jij dan veel bent, en later denk ik ook het grote Erasmus, wat valt jou dan op als je door een duurzaamheidsbril kijkt? Het valt me op dat er echt superveel wordt weggegooid. En dan denk ik specifiek aan de pak op de OK, die niet recyclebaar zijn. En dan denk ik, ja, dat kan misschien wel anders. Ja, dat valt jou wel op. Dan zie je daar heel veel gebruik en dan denk je, dat moet allemaal weggegooid worden. Ja. En hoe zou dat dan anders kunnen? Nou, net als de artsen, die hebben allemaal een wasbaar pak aan, onder het steriele pak dan. En die zouden de ouders dus ook aan kunnen als ze meegaan met de patiënt. En dan scheelt heel veel pakken. Ja, want dat is natuurlijk waar, hè? Dat als de kinderen naar de operatiekamers gaan, dan mogen de ouders mee. Dat is ook heel fijn, denk ik dan. Ja, waarom niet gewoon een wasbaar pak aan? Dat scheelt weer afval. Ja, precies. Wat een goeie. En Noor, hoe is dat voor jou? Wat valt jou op als je hier bent? Overal waar je bent, de lichten aanstaan en dat het mij milieuvriendelijker lijkt als de lichten automatisch aangaan op geluid of als er iemand binnenkomt, dat het dan gelijk aangaat. Dus waar zag je dat dan bijvoorbeeld? Waar waren de lichten dan aan waarvan je dacht, nou, dat hoeft helemaal niet? Als er niemand is, zoals hier in de vergaderruimte, dat het overal de lichten aanstaan, ook al is er niemand. Ja, gewoon uit, huppakee, energie besparen. Ja, goed idee. En Bente, jij bent hier ook vaak en jij kan ook heel goed kijken, weet ik inmiddels. Wat valt jou dan op? Wat denk jij, nou, dat moet echt duurzamer hier? Er zijn bijvoorbeeld heel veel koffiebekertjes als je op de polykliniek wat wilt drinken. Dan die allemaal, kartonnen? Ja, allemaal wegwerpbekertjes. Je kan ook zelf je eigen beker meenemen. Ja. En ook als je ze dan weggooit, staat er maar één prullenbak. En daar gaat dan alles in. Het is veel duurzamer als je dan allemaal verschillende prullenbakken hebt. Ja. Hey, en jij, daar ben je helemaal mee eens. Dat gaan we ook doen volgend jaar. Dan gaan we het ook echt allemaal scheiden. Dus dan moet je even goed opletten waar het allemaal in gaat. Hey, en zo net spraken wij elkaar ook al even. Toen zei jij ook van alles over plastic. Ja, nou, dat kan eigenlijk gewoon heel veel minder, denk ik. Ja, dus veel meer hergebruiken en ook gewoon minder plastic gebruiken. En meer recyclen. Ja. Ja. Want dames, ik denk ook jullie, we hebben het daar zo net ook eventjes over gehad. Jullie vinden, hè, de zorg moet gewoon goed en veilig zijn. Ja. Hè, maar daarnaast vinden jullie het ook belangrijk dat we, dan moet het wel duurzamer. Ja. Hè, dus daar hebben we best wel wat aan te doen. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Dus, wat voor tips heb je dan? Ik denk dat gewoon zelf je eigen spullen meenemen die dan in het ziekenhuis dan, als jij ze daar gebruikt, weggegooid worden. Ja. En zodat de verwarming misschien een graad lager kan. Gewoon je eigen warmte. Weet je, dat hadden we stiekem al gedaan. Ik had het alleen niet gezegd. Dus we hadden de temperatuur al een graad naar beneden gedaan. Echt? Ja, maar ik had het niet gezegd. Want ik dacht, dan valt het niet op. Maar vind je het af en toe te warm? Ja, het is hier best warm. Ja? Zijn sommige de gebouwdelen nog te warm? Oké. Okay. Ja. Oh, dan moeten we daar nog even goed naar kijken. Want dat hoeft niet, hè? Nee, het is niet nodig. Noor, ik hoorde jou zo net ook nog een goede tip geven. Ja, dat het ziekenhuis duurzamer kan om meer groen in het ziekenhuis te zetten of zonnepanelen op het dak. Ja, daar heb je wel een goede. In de hal hebben we wel een beetje groen, hè? Met die palmbomen daar, of die bomen, die planten die daar staan. Maar jij zegt, daar kan nog wel veel meer. Ja. Oké, goed zo. Groen dak, zei je volgens mij ook. Ja, afdeling zelf. Afdeling zelf. Ja, goeie hoor. Sterre, jij hebt ook tips, denk ik. Ja, ik zou het handig vinden als je krijgt dat je medicijn in een strip, in een doosje, zit er nog een bijsluiter bij. En dat zijn telkens bij de meeste mensen dezelfde medicijnen. En dat zou ook in een herbruikbaar potje kunnen. Dan krijg je één keer een bijsluiter, ja, vooral voor tabletjes. Ja, want er komt soms heel veel papierwerk bij mee, hè? Dat is allemaal ter informatie natuurlijk, dus dat kunnen we ook digitaal doen, denk ik. Maar ook de verpakking van die medicijnen, zeg je, dat kan ook duurzamer. Ja, dat zit dan in een strip met plastic en een laagje metaal. Ja. En dat zou dan in potjes kunnen zoals het vroeger ging. Ja, helemaal eens. Goed gezien. Bente, jij hebt ook vast een goede tip. Ja, nou, twee meiden uit de kinderadviesraad, die doen ook heel veel aan thuiszorg. En die krijgen dan ook spullen geleverd van het ziekenhuis. En daar
veel te grote doosje, daar kan veel meer in. En ja. heel veel plastic erbij. En ja. dat is ook echt wel zonde, dat kan ook beter. Ja, dat valt jou ook op, hè? Daar hebben jullie het veel over. Dat is natuurlijk ook wat je ziet iedere keer, hoeveel afval ja. dat eigenlijk creëert. Ja. ja, goed hoor, heel mooi punt. Hey, en hebben jullie nog vragen voor mij? Ja, nou, wat willen jullie eigenlijk bereiken? Oh, wat een goede vraag. Nou, uiteindelijk willen we natuurlijk bijdragen aan het klimaat. Dus de CO2-footprint van dit ziekenhuis moet echt veel kleiner worden. Dus ons plan is om in 2030 die meer dan gehalveerd te hebben. En dat is nog best een grote opgave, want dat gaat over heel veel. De energie die het ziekenhuis gebruikt, maar ook het transport hier naartoe. Wat het kost om alles te maken wat we hier gebruiken. De medicijnen te maken, de medische hulpmiddelen te maken, de voeding. Dus dat is best een grote klus. Maar ja, ik vind wel dat we dat moeten doen. Dus meer dan halveren de komende jaren. Ja, dat wordt even hard werken. Dat wordt even hard werken. En ik heb zo'n idee dat jullie ons wel een beetje in de gaten gaan houden. En dat jullie mee willen blijven denken. Ja. Ja? Oké, heel fijn. Dank jullie wel, dames.